Hallo mensen van Het Games, leuk dat jullie kijken naar Watch Dogs met Aiden Pierce en dronkende zingende mensen. Oh yeah, I love that music. Oké okay, guys, let's hack this one. Dit is de laatste keer dat ik het doe. Als ik nog meer stel, vlieg ik de laan uit. Oeh. Kappen en pas mee als ik het zeg. Iedereen is hier echt corrupt bezig, hè? What the fuck? Oh, die kan ik opsporen. Nice, nice, nice. Doe maar, plaats hem maar even. Oh, heb ik hem nou geplaatst of niet? Shit, ik heb hem niet geplaatst. Ah, jammer. Hack ik die ook even. Oké, okay, dit is de auto van de vorige keer van mij. Ik zit nu op een dirtbike, is ook vet. Oké, okay, fuck, het hele telefoon. Oh, de politie rijdt hier nog. Van de vorige keer. Als je het vorige avond trouwens nog niet gezien hebt, kan in de beschrijving. Staat in de beschrijving. Check mijn jasje, jongens. Dat vind ik er zo episch uitzien. Dat jasje zo. Oh, nee! Seriously? Waarom? Omdat ik te hard draai of zo? Nee, dat meen je niet. What the fuck? Ik was de politie vorige aflevering net kwijt. Oké, dit gaat wel fucking hard op zo'n bike. Dat is wel nice. En dit rijdt ook best nog wel lekker. Laten we gewoon hier gaan en dan parkering. Oei. Shit. Even kijken. Nee, yes, die politie zit in een mooie klem. Yes. Let's do this, guys. Shit, die politie heeft vast maar door. Nog één. Oh, shit. Nee. Ze zijn er. Oké. Nog meer afleidingen. Oh, yeah. Oh, nee, we gaan kijken. Nee. Kom op, uit de zone. Ga uit de zone, kom op. Kom op, Aiden. Nee. Niet de hoofdweg, kom op. Shit, hij heeft me door. In het water. YOLO! Oké, zwemmen. Waar moeten we heen? Fuck you, police, bitches. Kom op. Gaan ze nou ook zwemmen ofzo? Heeft geen nut, want ik zwem gewoon lekker naar de overkant. Kijk wat ze gaan doen nu. Vorige avond had ik trouwens dit eiland vrijgespeeld. Pawnee. Of niet het eiland, het hele gedeelte. En what the fuck, het zwemmen helpt gewoon. Onbekende verdachte verplaatsen. Shit, er wordt nu via de hele lucht proberen ze me te vinden. Fuck, nou nu kom ik in de spotlight, jongens, let maar op. Ah, fuck this. Ik reed vast met de hart en daarom kwam ze achter me aan. Dat is het volgens mij. Tenminste, dat denk ik. Oh, is dat niet zwaar? Screwed gewoon. Oké, misschien moet ik maar gewoon overgeven. Een helikopter zien we trouwens niet eens, what the fuck. Oh, nee. Oké, bukken. Oh, shit, nee. Even hierachter zwemmen. Ze mogen mij niet doorhebben. Kijk, die helikopter die zoveel probeert mij te spotten. Er zitten hier zoveel politiemensen, niet normaal. Oké, gauw. Volgens mij hebben ze me niet door. Yes! Ik ben ontsnapt met ze, what the fuck, hé? Hey? Zo fucking veel polities. En ik ben ze kwijt, gauw. Ze spotten me zo meteen weer als ze hier langs rijden. Dus ik hack die gast even. Het heeft helemaal geen nut, maar ja, en ik steel dit busje. Hopelijk belt hij de politie niet, dat hoop ik. Fuck you! Ik word er zo gek van. Er zijn steeds meer mensen die bellen de politie hier in dit gedeelte. 911, please state the nature of your emergency. Ah, hier kom ik wel uit. Uit dit gebied kom ik wel. Ik moet nu gewoon gefocust blijven en een keer die fucking politie kwijtraken. Daar mag ik ook niet in komen.
Terug, terug, terug. Nee, terug. Ga terug, ga terug. Shit, 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 shit. Slome kutauto, kom op. Ga uit het gebied. Nice. Woe. Moet echt een snellere auto, dit ding is niks. Nice. Niet gevonden, oké, mooi. Holy shit, politie scan ontweken. Ik krijg zoveel XP. En zoveel shit. Alleen omdat ik de politie steeds ontwijk. En nu, mensen, kunnen we eigenlijk normaal missies doen. Het was alweer spannend met de politie. Ik vond het weer leuk. Gezellig met de politie. Maar, bandenschouwpad. Oh, dat wil ik echt doen. Ik doe een keer een side mission. Dit is een keer een side mission aflevering, mensen. Dat is ook wel vet. Ik vind het eigenlijk gelijk een vet als de hele storyline. Gewoon lekker bandes vermoorden, uitroeien. Ik moet trouwens echt een snellere auto, want dit is pure crap. Even kijken, hoe ver is dat nog? Best wel lang met deze auto. Oké. Okay. Ah, zo verkeerd rijdt deze auto ook weer niet. Gaan we mooi door de bochtjes heen. Oké, okay, nice. We gaan ieder tussendoor. Mooi, dat lukt. Oh, fuck. Oei. Oké. Okay. Oh, deze auto wil ik hebben. Gaat een stuk sneller. Oké, okay. Nice. Mag ik hier even in? En alsjeblieft niet te... Ik word hier zo gek van. Ik word hier zo fucking gek van. Iedereen belt de politie. Niet normaal. Ja. Ik ga nu al naar ergens heen, dus... Dat doe ik eerst even. Oké, gauw, gauw, gauw. Hier gauw links. Hebben ze me gespot? Oh, nee. Hierheen. Mooi. Was dat alles? Nee, twee, die komen naar elkaar toe. Screw this. I'm screwed. Again. Nee. Alsjeblieft. Waarom zit die fucking politie? Ik wou alleen even een snellere auto. En meteen weer die fucking kutpolitie achter, man. Ik word hier zo gek van. Oké, mensen, laten we gewoon vies hard gaan rijden. Dit ding is trouwens snel. Oh shit, ik ben blokkeringen vergeten. Het scheelt heel veel, anders had ik ze nu al gehad. Maar ik ben wel weer bijna buiten het gebied. Shit, politie. Oh, no, crap. Oh, yeah. Yes. Succesvolle ontsnapping. Voor extra doe ik nog eens zo'n ding. Oké, laten we naar het gebied toe gaan. Ik weet niet of het nog kan. Volgens mij kan het al lang niet meer. Maar dan zijn we in ieder geval goed die richting van de mission ook op gegaan. Dus dat is wel handig. Oké, mensen. Laten we hier links gaan zo. Jeetje, wat is deze auto snel. Mooie auto deze. Oké, gaan we ook even links. Boom, boom, boom. Boom. Ja, het kan nog steeds. Ben is er nog steeds. Oké, let's do this. Okay, nice guys. This asshole's mine. Wants to beat a woman. Mm-hmm. Threw a straw when I'm done with him. Nice. Oh, eet hij door een rietje, is dat niet vet? Dat wil iedereen toch? Eten door een rietje. Oh, ze zijn hier vlakbij, dus ik kon ook gewoon niet in de auto. Maar ja, auto erbij is altijd handig. Ja, laten we verder hier gaan. Hier kunnen we mooi uit. Oké, wat moeten we doen? We moeten identificeren twee doelwitten. Oké. Ik pleur al hun bankrekening ondertussen even. Holy shit, dat is mooi wat. Lol. Ik denk, what the fuck gebeurt er met... Oké, we moeten weer ons richten op de mission.
Oh, hier zit. Oh, ze zitten gewoon in. Oh, thanks voor je rekening. Ze zit hier boven. Hoe kom ik boven? Oh, wacht, dan kan ik gewoon met de camera. Die camera daar even. Hier zit ook een. Ik kan versterking oproepen. Kijk, daar moet ik niet voor zorgen. Boom. Waarom gaan ze niet dood? Wauw, er zit best wel veel. Oké, er komt iemand aan. Die gaat niet dood. Ja, mijn man. Maar dit is je einde. Oh shit, gaat hij daar staan? Alsjeblieft. Ik doe het gewoon. Ah, yes. Boom, hij is dood. Oké. Kan ik nog iemand uitschakelen? Waarschijnlijk niet. Denk het niet. We gaan er gewoon heen. We gaan heel rustig al die mensen uitschakelen. Ik weet de fuck niet. Oh, ik kan gewoon via de trap hier. Oké. Kijk, hier zitten fucking veel mensen meteen. Dan moeten ze afleiden. Bitch. Shit, ze schiet ook van de andere kant. Het doel... Oh, je moest hem neerslaan. What the fuck? Ik moest hem neerslaan. What the fuck? Oké, mensen, er is niks los. We gaan gewoon lekker verder. Het is een moeilijke missie. Alleen... Ja, ik moet 2 mensen moet ik niet vermoorden. Die mag ik niet vermoorden. En de rest moet ik zelf weten. Die mag ik gewoon neerslaan. Daar mag ik doen mee wat ik wil. Maar je moet de 2 mensen, die moet ik echt gewoon neerslaan. Die mogen niet dood. Oké. Dat is dus alles wat ik moet doen. Dus ik mag eigenlijk niemand schieten. Ze mogen me niet doorhebben. Dus ik moet even een silencer gun hebben. Deze, Spec Ops 1911. Die moet ik hebben. En die moeten we gebruiken. Of ik kan ze ook allemaal elimineren. Maar dat is heel moeilijk. Want er zijn 20 mensen. En die zitten de hele tijd rond te kijken of er iemand komt. En ja, doe dat maar eens. Dat is pittig moeilijk. Ik zet één de ding aan. Want ik moet natuurlijk 2 mensen. Headshot. Afleiden. Headshot. Oké. Het begint meteen goed. Shit. Hij heeft me nog niet door natuurlijk. Maar hij is wel geraakt. Eigenlijk hoort hij al lang iets door te hebben. Hij kan gewoon zo zeggen van... Yo man, wat... Oké, die moet ik hebben. Oké. Oh, een camera zit daar. Die wil ik even... Die wil ik even inhacken. Boom, bitch. We kunnen nu nog gewoon heen gaan, denk ik. Rustig. Oké, dan moet ik die even. Oké. Shit, die is zo'n gast erachter heeft steeds door. Shit, shit. Got him. Shit! Urgh. Jij gaat dood. Shit! Dan komt de politie waarschijnlijk zo ook, want al die burgers eronder, die bellen. Oké, vijand achtervolgen. Shit, er komen meer mensen. Shit, daar moet ik echt voor passen. Er zijn nog meer. Oh, ik hoor iets. Wow, wat gebeurde daar? Kijk, ik moet even die andere spotten die ik niet mag vermoorden. Kan ik... Hey, hopelijk gaat hij wel dood.
Jeetje, man. Oh my fuck, hoeveel mensen staan hier beneden? Oh my god, ik word hier ziek opgewacht. Oh my god, dit gaat zo moeilijk worden. Die kan in ieder geval dood, die daar staat. Oké. Onder, er stonden ook nog een paar, dus daar moet iemand van zijn die ik niet mag vermoorden. He can't be far. Find him. Ja, wie van deze twee moet ik vermoorden? Oké. Laat hem pof. Ik denk niet dat dat hem is. Oké. Dus dat is hem. Is dat nog iemand? Dat is hem. Die moet ik neerslaan. Want verder is hier niemand, toch? Nee. Iedereen staat beneden. Dat zijn allemaal... Of staan hier niet meer? Nee. Waar zijn die anderen dan? Camera. Even alles goed bekijken. Daar ook zit ook een camera. Oké. Doel! Hij staat beneden. Hij is naar beneden gesprongen waarschijnlijk. Of hij stond al de hele tijd beneden. Ik had hem. Oké, nu weg. Yes. Voortgangsbeloning. Oh vet, wat is dit? Dit is echt vet. Wat kan ik hiermee nu dan? Oh lol. Nou, dit is wel vet. Het ziet er chill uit. Nice. Ook nog een vaardigheidspunt. Ik heb nu 4 zelf. Holy shit. Gaan we die ook even besteden. En dan is deze aflevering ook al tot zijn einde gekomen. Wat zullen we doen? Iets van hacken. Wat gaat hij hier doen in dat filmpje? Ja, ik doe het gewoon. Fuck it. 3 kost het. Het is veel, maar doe het me niks. Het is misschien handig om mijn gun even weg te doen. Oké, mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het nou leuk? Abonneer dan even op het games. Vonden jullie het niet leuk? Abonneer dan even op het games. En zie ik wel de volgende keer met meer Watch Dogs. Tot de volgende keer, mensen. Later.